Elektronische apparaten met een klein mankement. Ze werden meestal weggegooid. En dat is Sun, vind je de initiatiefnemers van het Repair Café. Op heel veel plaatsen in Limburg wordt dat door vrijwilligers gerund. Zo ook in Bijlveld en de Hamar. Je wordt volop gewerkt achterig. Wat zijn ze hier doen? Ze zijn allerlei spulletjes aan het repareren die normaal gesproken misschien weg zou je weer gegooid. En dat is het uitgangspunt van Repair Café. Weggooien is zonde. Dus we proberen alles wat hier werd aangeboden te repareren. We zijn in januari gestart. En ergens in de loop van 2018 hebben we het idee opgevat om daarmee te beginnen. Dus hebben we in Ruiven gaan kijken, waar het best wel een groot succes is. En we hopen dat hij in Bijlveld te evenaren. En dat begint nu te lopen, moet ik zeggen. Ja, er zijn in de Hamar, wat brengen mensen zoal binnen hier allemaal? Nou, het is overwegend klein huishoudelijk apparatuur, hoe ze metkomen. Vaak is dat nimmer interessant om naar een erkende reparateur te gaan, want dan bus al een hoop geld kwijt, dus er alleen nog gekeken werd. Dus, en dan komen mensen er toch mee van, goh, eens kijken of er toch nog iets te redden is. En vaak is het met een kleine ingreep is het te realiseren. Dus, ook alleen maar eens met een pick-up binnenkomen, dus ja. Elektronica? Ja, dat gebeurt regelmatig, ja. En dan huishoudelijke apparaten, de mixer, stofzuiger, noem maar op, dat soort zaken. Ja. Wel, elektronica werd ook weggegooid. Hè? Het lijkt wel dat het erop gemaakt is dat het binnen 2 jaar kapot moet gaan. Dat ligt er wel op, want ik zie die spullen zijn ook toegeklikt. Er zaten geen schroefjes meer in, dus ze kregen ze toch niet meer open om het te repareren. En ja, toch zijn er mensen die dat op een of andere reden wel lukt om het open te krijgen en het dus te repareren. Dus waar gaat hij in je mensen hier hebben zitten? Die hebben we ook, joh. Op allerlei gebieden. Timmerman, zit je een mevrouw, die is heel goed met stof en neien en dat soort zaken. Mensen met elektronica, dat gaat heel goed, joh. Ja. Maar mensen met Bijlveld daarmee gaan? Ja, overwegend, ja. En ja, normaal zien we met de maan of 10 en 12, maar ja, in verband met vakanties zien er al wat weg, dus ja. Allemaal vrijwilligerswerk? Allemaal vrijwilligerswerk, ja. Dat brengt aan zich niks op. Als er iets gerepareerd is, kunnen mensen de vrijwillige bijdrage doen. En verder kunnen we het tot nu toe de kas van de dorpsraad. Dus start, subsidies en dat soort dingen hebben we einde gehad voor de gemeente. €450, als ik goed zeg. Ja. En daar moeten we het voorlopig even mee doen. Dus, Als mensen blij zijn, dan kunnen ze de tas koffie in ieder geval sponsoren. Ja, en dat lukt vrij aardig. Het is overigens wel weer te vermelden dat het vanuit Durps een initiatief is geweest om dit op te starten. Je groeit het al aan, het mocht nog wel misschien nog wat bekender worden. Hè? Mensen gooien snel gaat weg. Ja, precies. En dat is ook de reden dat we eigenlijk kijken of we via het kanaal gaat publiciteit kunnen genereren. We zouden het fijn vinden als er inderdaad nog meer mensen komen, waardoor daar onze reparateurs ook goed bezig kunnen zijn om stukken te repareren. Ja. Moeten dat per se mensen uit Bijlveld zijn of mogen ze ook stiekem vanuit Angerdorp? Dat is geen enkel probleem. We repareren alles wat kan. Of het nu Ruiversen zijn, Tegelsen, Oetstijl, of dat mag dus allemaal niks uit. Dus, het gaat erom dat we de mensen bewust maken dat ze spullen niet zo snel moeten weggooien. En dat dik met een spuitbusje WD-40 een muurtje weer aan de gang kunt, waardoor het stuk weer geboekt kan worden. In de Senseo? Ja. Die werkt pas als het klepje dicht is en er zit een veerke aan. En dat veerke was weg, kapot, verroest. En dat hebben we met behulp van een stukje fietsenspaak, is dat gerepareerd. En het werkte perfect. Dus dat is wel voornoemenswaardig. Ja, dat is leuk. Ja. We schreven ook regelmatig een stuk op Bijlveld.nu van de resultaten die we geboekt hebben. Het is een mooie dat we 10 en 12 bezoekers hebben. Dus ja, nu vakantieperiode is ook het oog om te maken dat het gaat rustiger is. Maar we hopen wel dat het idee verder uitgewerkt en aansluit. Helemaal duidelijk. Belangrijkste vraag, wanneer zit je hier in de Hamar? Iedere derde zaterdag van de maand, behalve de komende maand, juli, dan is de Hamar dicht. Dan gaat het over naar augustus. De derde zaterdag, dan zit je hier te weer. Yes.